Kan jij je voorstellen dat je verscholen moet zitten omdat er bommen op je stad vallen? Dat er buren zijn meegenomen en niet meer terugkomen? Of dat er mensen bij jullie zijn ondergedoken? Ik wil het liefst niet voorstellen, want ik vind het echt vreselijk. Het project Oorlog in mijn buurt brengt deze verhalen heel dichtbij. Kinderen uit heel Amsterdam interviewen ouderen uit hun eigen wijk die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Basta gaat vandaag mee met kinderen van basisschool Sint Lucas in Osdorp. Om Ans van der Oud te interviewen. Denk je nog vaak aan de oorlog? Ja, denk best nog wel vaak aan de oorlog. En dat komt omdat met het eten. We hebben zo'n honger gehad. En ja, daar denk je dan aan als er nu zoveel eten wordt weggegooid. We werden 's morgens om 5 uur werden we wakker van een soort gezoem. En toen kwamen er allemaal Duitse vliegtuigen over. En toen begon de oorlog en dat was 10 mei. Alle verhalen werden vorige week gepresenteerd en wij waren op de klimop in Noord om te zien hoe dat ging. We hoorden dat ze een gat in de muur hadden waar een radio zat en een kast voor zat. Die verhalen maakten wel indruk. Ik ben zondag nog daar langs gelopen en toen dacht ik weer aan de verhalen. Toen dacht ik een beetje zo van ongelooflijk dat eigenlijk hier is gebeurd. Dat Amsterdam-Noord ook een historie heeft in de Tweede Wereldoorlog. Ik dacht dat Amsterdam-Noord niet echt zo'n spannende oorlog had, maar het is best wel waar. Omdat de verhalen zo persoonlijk zijn, vergeet je het nooit meer. Oorlog in mijn buurt is belangrijk. Omdat kinderen iets meemaken en horen over de Tweede Wereldoorlog. Iets direct uit eerste hand, de verhalen horen. Iets wat je niet meekrijgt als je je geschiedenisboekje opent. En je hoort daarbij verhalen die niet gaan over de grote politiek achter de Tweede Wereldoorlog, maar over wat er in jouw eigen buurt is gebeurd. Geschiedenisboeken geven ons ook heel veel informatie, maar dit krijg je van iedereen verhaal. Van de mensen interviewen, daar weet je meer van, want de geschiedenisboek is wel wat ouder, maar zij hebben het echt meegemaakt, dus daar leer je echt iets meer van. Voor mevrouw van der Ouw is dit het allerbelangrijkste. We zijn nu al gelukkig 70 jaar bevrijd. Laten we hopen dat het nog heel lang zo blijft.